Goedemorgen, welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. We hebben vandaag te maken met een afwisseling van wolken en zon. Vanochtend komt met name in het noorden een enkele bui voor, maar op veel plaatsen is het nog droog. Laat in de ochtend en vanmiddag gaat de buigheid wel toenemen vanuit het westen. En in de middag trekken er geregeld flinke buien over het land. kan ook hagelen daarbij. Het wordt 6 tot 8 graden. Er waait ook nog eens een stevige westelijke wind, die is bovenlandmatig of vrij krachtig. En een zeekrachtig, later soms enige tijd hard, windkracht 4 tot 7. Vanavond gaan de buien geleidelijk aan weer afnemen. En dan koelt het af tot een graad of 3 halverwege de avond met verspreid opklaringen. Dan morgen hebben we opnieuw te maken met zon, wolken en een aantal buien, zeker in de middag. Het wordt dan 6 of 7 graden en er staat opnieuw een vrij stevige wind uit het zuidwesten tot westen. Ook op de woensdag hebben we nog wisselvallig weer. Het aantal buien begint dan al af te nemen. Op donderdag hooguit een enkele bui. De droge perioden zullen dan overheersen. Maar op de vrijdag volgt opnieuw regen. De middagtemperatuur ligt veelal rond de 7 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.